Asseline Groot. We zijn vandaag bij ROC de Meppel in Den Haag Zuidwest. En het is een hele bijzondere dag vandaag, want het is de laatste bijeenkomst van de Kookschool. De Kookschool is een ondernemersprogramma voor en door vrouwen. En het is eigenlijk gestoeld op drie pijlers. Dus een persoonlijk leiderschapsontwikkeling, het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden en het uitbreiden van het netwerk. Ja, nou is het zo dat een gewone kookschool werkt met allerlei ingrediënten. En welke ingrediënten zijn voor jullie belangrijk? Nou, leuke vraag. Want dat is ook precies de reden waarom we het de kookschool hebben genoemd. Want er is eigenlijk heel veel overeenkomsten tussen koken en ondernemen. Je hebt ingrediënten nodig. Je moet er ontzettend veel liefde in stoppen, aandacht aan geven. Je hebt de lef nodig. En soms, weet je, doe je alles volgens het boekje en dan mislukt het volledig. En soms experimenteer je en dan denk je, nou, dit is echt het beste wat er ooit is gebeurd. En dat is ook hoe ondernemen werkt. We zijn echt een programma gestart voor en door vrouwen. Omdat juist dat communitygevoel heel belangrijk is. En het ook heel fijn is om met andere vrouwen te delen tegen welke belemmeringen je aanloopt in het opstarten van je bedrijf. Dus bij het opstarten van een bedrijf is best wel eigenlijk een heel kwetsbaar en onzeker proces voor iedereen. Je moet echt risico durven nemen. En het is heel fijn om dat gevoel van, weet je wel, die stappen die je moet zetten, om die ook echt te kunnen delen met andere vrouwen. Ik ben Marianne Bruin. En ik ben eigenaar van de Female Fix, waarin ik vrouwen financieel en qua empowerment eigenlijk de kracht wil geven om succesvol te zijn in hun onderneming of in hun loopbaan. En met de Impact Fix, ook een bedrijf, geven wij leiderschapstrainingen. En dat doen we dus aan vrouwen binnen corporates om door te stromen naar de meer senior posities, want daar zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd. Het glazen plafond. Het glazen plafond. Maar we doen het ook bij vrouwelijke ondernemers. Want wat je ziet is dat ze heel vaak al een heel mooi business idee hebben. Maar dat er een aantal vaardigheden zijn die ze nog wat verder willen ontwikkelen. En daar kunnen ze vaak wat hulp bij gebruiken. Ja, Asseline had het over de ingrediënten van de kookschool. Ja, de ingrediënten. De ingrediënten. Ze had het over training, vaardigheden en netwerken. Ja. En als er vaardigheden zijn, wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Een vaardigheid zelfvertrouwen is daarin heel erg belangrijk. Vrouwen kunnen heel veel. Alleen geloven ze er soms zelf nog niet helemaal in. Dus als je dan hebt over presentatietechnieken, vol zelfvertrouwen, je business idee kunnen pitchen, een financiële analyse maken. Vaak kunnen vrouwen dat wel, want ze bereiden zich daarin heel goed voor. Maar ze hebben toch net even die bevestiging nodig dat ze het goed doen. Dit is eigenlijk voor mij de start in mijn ondernemingsreis. Met een groep mooie ambitieuze vrouwen zijn we afgelopen periode samen aan de slag gegaan om van elkaar te leren. En de kookschool, daar komen alle ingrediënten bij elkaar om een mooie onderneming te beginnen. Nou is het zo dat je hier veel moet leren in aantal lessen, zou je het kunnen zeggen. Ja. Heeft het je verder geholpen? Denk je? Ja, zeker. Want toen ik hieraan begon, dacht ik van waar ben ik in terecht gekomen? Ik voelde heel veel weerstand. Maar ik ben blij dat ik door heb gezet. Want dat hoort ook bij ondernemen. Is dingen doen die je helemaal niet leuk vindt. Maar er komen wel hele mooie dingen uit. Er werd door Asseline gezegd dat wat heel belangrijk is, is vooral ook zelfvertrouwen. Is dat bij jou ook geslaagd, dat onderdeel? Zeker weten wel. Ik geloof altijd meer in de ander dan in mezelf. En ik merk dat ik daar heel erg bescheiden in ben, ook om mezelf in mijn onderneming te laten zien. Ik werk liever in mijn bedrijf dan aan mijn bedrijf. Maar ik ben blij dat ik dit heb gedaan, want ik ben ook een andere kant van mezelf tegengekomen. Dat hoort er ook bij. Dus je kunt zeggen dat in deze kookschool is er een goed gerecht uitgekomen? Zeker weten. Ja, zeker. Een hoop liefde.